Met 4 punten uit 2 wedstrijden is PEC Zwolle nog ongeslagen in deze competitie. En dat doet het onder andere met 2 buitenspelers met dezelfde voornaam. Want op linksbuiten is het Younes Mokhtar en op rechtsbuiten Younes Namli. Het is wel leuk. Hij is een mooi voetballer om mee te spelen. Hij creëert ook vaak voor mij de ruimte om 1-1 te spelen. En, alleen soms wel verwarrend dat de trainers dan Younes roepen, dan kijken we allebei om. Maar voor de rest wel fijn om met hem te spelen. We proberen elkaar altijd goed te spelen en inderdaad de spits te bedienen. En ja, ook onszelf. We moeten ook zelf kansen creëren en goals maken. Dus dat proberen wij en dat werken wij hard aan op training, elke dag. Waar Younes Mokhtar afgelopen seizoen te maken kreeg met blessureleed, had Younes Namli bij zijn oude club Essen Heerenveen niet altijd een basisplek. Beide spelers zijn dan ook gebrand op een goed seizoen. Ik ben nu 23 en ik moet nu wedstrijden spelen. En, ik ben blij dat ik de eerste 2 wedstrijden in de basis heb mogen staan. En ik hoop dat het zo blijft. Heel veel wedstrijden moeten missen vorig jaar helaas. En dit seizoen wil ik gewoon fit blijven, gewoon het hele seizoen gewoon knallen. En met FC Twente treft PEC Zwolle een ploeg die met 0 punten uit 2 wedstrijden op de 14e plek staat. De ploeg van oud-Zwolle-assistent René Haken moet alleen niet worden onderschat. Nou, Twente heeft gewoon een prima ploeg en kunnen gewoon heel goed voetballen als ze ook laat voetballen. En René Haken heeft altijd wel goed op de rit. En ze zijn slecht begonnen, maar blijft gewoon altijd wel een gevaarlijke ploeg om tegen te spelen. En daar zijn wij op voorbereid. Wat is de sleutel om van de FC Twente te winnen? Ja, goals maken. we werken natuurlijk aan tactische dingen, maar we moeten vooral vanaf de eerste minuut scherp zijn en laten zien dat wij thuis spelen. Ja, ze willen natuurlijk wat rechtzetten. Ze hebben 2 keer verloren en zij moeten en wij mogen. We spelen wel thuis, maar we hebben 2 wedstrijden, 4 punten. Ze hebben 0 punten, dus ik denk dat zij er meer bij gebaat zijn om hiervoor vol voor de overwinning te gaan. En wij willen natuurlijk ook winnen thuis, dus het zal wel een mooie wedstrijd worden, open wedstrijd, verwacht ik. Hoe kun je merken dat het systeem wat jullie zijn begonnen in de voorbereiding, dat het steeds beter gaat lopen binnen de groep? Ja, kijk, we leren elkaar beter kennen. En natuurlijk, we hebben een paar nieuwe jongens in de ploeg, mezelf ook. En ja, elke wedstrijd leren we elkaar beter kennen op veld ook. Dus ik denk dat we hebben een hele goede elftal en een hele goede selectie. En, we moeten gewoon op veld laten zien dat wij heel veel goede spelers hebben.